Word jij woedend, boos, gefrustreerd of zelfs verdrietig wanneer je mensen hoort smakken of slurpen? Nou, ik een paar jaar geleden wel. Maar ineens werd het minder en ik ga je 3 belangrijke tips geven hoe ook jij dat kan doen. Waarom word je boos van eetgeluiden? Helaas is het nog geen officiële stoornis, maar wanneer je gevoelig bent voor bepaalde geluiden, dan kan je misofonie hebben. Misofonie betekent letterlijk haat tegen geluid. En wanneer je last hebt van misofonie, dan kun je extreem woedend of geïrriteerd reageren wanneer mensen slurpen, smakken, ademen of andere geluiden maken. Over de oorzaak van misofonie is heel weinig nog bekend, helaas. Maar er zijn wel bepaalde dingen die jij waarschijnlijk doet in de hoop de klachten te verminderen, maar die op de lange termijn er wel voor hebben gezorgd dat de klachten zijn toegenomen. Maar na de 3 tips uit deze video gaan ook jouw klachten verminderen. Althans, dat is er bij mij gebeurd en ik wil ze heel graag met jou delen. En waarom kan ik deze 3 tips met je delen? Nadat ik mijn angstgevoelens, maar ook mijn paniekstoornis had overwonnen, merkte ik dat ik dezelfde technieken en tips ook toepaste om mijn misofonie te verminderen. En ik ga je nu laten zien welke 3 tips dat waren. Tip nummer 1. Probeer jouw triggers niet te vermijden. Een van de allerbeste tips die ik je wil geven is dat je niet jouw triggers moet vermijden. Ja, sorry, want dit is echt enorm lastig, I know. Wanneer ik mensen help met het overwinnen van angst- en paniekgevoelens, dan zeg ik altijd als eerst dat ze de angst moeten opzoeken en dat ze in die situatie of locatie moeten blijven totdat het gevoel langzaam afneemt. Want dan laten ze de gevoelens over zich heen komen. Want raad eens wat er gebeurt als we keer op keer de situatie ontvluchten. Of het nu gaat om angst of om eetgeluiden. Dan gaat jouw brein een negatieve link maken aan de bepaalde situatie. En in dit geval is het eetgeluiden met het vluchten. En je brein maakt die negatieve associatie, want anders zou je de situatie ook niet hebben ontvlucht. En wat je brein letterlijk denkt is het volgende. Situatie die zorgt voor angst of woede. Daarna ga je wegrennen en daarna denkt het, oh, dit is een situatie die we voortaan moeten vermijden. En door keer op keer jouw triggers te vermijden en ook keer op keer weg te rennen van die triggers, laat je aan je brein zien dat dit een situatie is die je ook echt moet vermijden. En je kan namelijk zo vaak tegen jezelf zeggen dat het niet logisch is dat je jezelf zo voelt, dat je boos bent om eetgeluiden of slurpgeluiden, dat je je niet zo moet aanstellen, maar je brein luistert hier niet naar. Jouw brein leert en luistert alleen door jouw daden, jouw handelingen. Want door keer op keer die situatie te vermijden, jouw triggers, gaat jouw brein steeds meer negativiteit linken aan die situatie. Hierdoor wordt je brein ook steeds gevoeliger en beter in het vroegtijdig opsporen van eetgeluiden, smakgeluiden, etc. Je zal dus merken dat hoe vaker jij jouw triggers vermijdt, hoe gevoeliger je wordt voor de eetgeluiden. En ja, ik ben hier ook schuldig aan geweest. Iedere keer als ik iemand hoorde slikken, smakken, alles erop en eraan, toen probeerde ik de situatie gewoon echt te ontvluchten. Maar daardoor werd mijn misofonie wel erger. En het omkeerpunt was dat ik echt bleef zitten en die gevoelens gewoon tot me liet komen. Dus je besluit om minder te gaan vermijden. Maar je weet dat dit een enorm lastige klus is. Ja, ik spreek uit eigen ervaring. Wat doe je dan als je wordt geconfronteerd met zo'n trigger? Zo'n eetgeluid, zo'n gesmak of geslurp? Dat gesmak van die persoon die zo vredig en met vol plezier die bammetjes met pindakaas naar binnen werkt. Tip 2. Leer anders reageren. Ja, je hoeft me niet uit te leggen dat als je iemand hoort smakken of slurpen, dat je die persoon gewoon echt even door elkaar wil schudden en dan wil vragen of het geen manieren heeft geleerd en echt even normaal kan doen. I know. Ja, je bent geïrriteerd. Ja, je bent boos. En soms ben je zelfs woedend. En ben je zelfs bang om de controle te verliezen. En dat je echt die persoon even serieus door elkaar wil schudden. I know. En als je daarna klaar bent en het avondeten is lekker achter de rug, dan ga je daarna ook nog eens over nadenken over waarom je eigenlijk boos bent geweest. Dat het niet logisch is. En ben je eigenlijk ook wel een beetje boos op jezelf dat je dus boos wordt om die eetgeluiden. Want wat er meestal gebeurt is als we boos worden van eetgeluiden, slurpgeluiden of andere geluiden, is het volgende. We voelen een hele heftige energie in ons lichaam, ons hart begint sneller te kloppen, we hebben racende gedachten, we proberen onszelf onder controle te houden en willen eigenlijk al onze woede over die persoon werpen die de trigger veroorzaakt. En wanneer de trigger dan voorbij is, bereiden we ons voor op het volgende moment dat de trigger zal voorkomen. En zeggen we tegen onszelf dat we nu niet proberen boos te worden. Ja, geef maar toe. Heb ik hier gelijk? Maar maken we het zo niet heel lastig om dus ook die misofonie te overwinnen? Doordat jij hoopt dat je de volgende keer er geen last van hebt, dat je kalm blijft, dat je niet boos wordt, dat je niet geïrriteerd raakt, maar als het daarna toch gebeurt, zal je dus enorm gefrustreerd raken dat het opnieuw gebeurt. En wellicht word je dan boos op jezelf en ook nog eens teleurgesteld. Maar die boosheid, die woede, die teleurstelling, al die ingrediënten maken jouw misofonie een heel stuk erger. Wat bij mij enorm heeft geholpen was de volgende dingen doen. Wanneer het weer eens etenstijd was, dan wist ik hoe laat het was. Wat ik deed, was dat ik gewoon verwachtte dat ik last zou hebben van de misofonie. Ik wist dat ik boos zou worden, geïrriteerd zou raken en ik was daar helemaal oké mee. Ik zei tegen mijn gevoelens, weet je,
kom maar op, maak me maar boos, ga je gang. I can handle it, I don't care anymore. Ga je gang, maak me maar boos. Ik was niet langer bang dat ik weer last zou hebben van de misofonie. Dat ik in één keer weer boos zou worden. Maar weet je, ik zei, ik laat het toe. Het mocht er gewoon zijn. En ik probeerde de woede gewoon te voelen zonder er iets mee te doen. Ik probeerde het niet weg te duwen, er tegen te vechten. Ik liet alles gewoon over me heen komen. Ik was het echt aan het voelen vanaf nu. Want hoe meer jij vecht tegen je gevoelens, hoe meer energie ze nodig hebben om jou te bereiken. Jouw gevoelens kunnen je altijd bereiken, maar jij bepaalt dus hoe intens die gevoelens zijn. Houd je de voordeur op slot, dan zoek je emoties naar meer energie om binnen te stormen. Maar open je de voordeur, dan komen je gevoelens met veel meer energie naar binnen. En dit is precies dezelfde methode die ik uitleg aan alle deelnemers van de cursus. Is vrijheid van angst. En binnen 2, maximaal 3 maanden hebben ze eigenlijk allemaal resultaat, omdat ze nu weten wat ze moeten doen en waardoor de paniek en angst juist erger werd. En ik realiseerde me dus dat ik deze methode dus ook onbewust gebruikte om mijn misofonie te verminderen. En het werkte verrassend goed. Ik denk dat ik je best wel goed ken, want heel waarschijnlijk ga jij de volgende keer als jij zo'n trigger moet facen in het echte leven, probeer om niet boos te worden en de golf gewoon over je heen te laten komen. Maar ik wil je wel meegeven dat het belangrijk is om jezelf heel veel tijd te geven. Anders reageren op zulke intense gevoelens, dat kost gewoon echt veel tijd. Geef jezelf dus de tijd om te leren om anders te reageren op die woedende, geïrriteerde gevoelens. Oké? Het kost tijd om dit onder de knie te krijgen, maar na verloop van tijd gaat het ook jou lukken. En door keer op keer zo te reageren, zal je merken dat je maand na maand, niet dag na dag, maand na maand minder last zal hebben van deze gevoelens. En dan gaan we naar de derde tip. Werk aan het legen van je emmertje. Wat ik merkte toen ik last had van de misofonie, was dat de ochtenden minder erg waren dan de avonden. Wanneer ik gewoon vermoeid was of heel veel last had van stress, dan kwamen de eetgeluiden veel harder binnen. Echt alsof er mensen gewoon in mijn oor aan het eten waren. En op die momenten kon ik ook echt veel slechter tegen de triggers. Wanneer mensen met angst of paniek naar me komen om coaching of advies, dan leren ze ook meteen dat sommige factoren hun klachten kunnen verergeren. En een verergering van de klachten betekent in hun geval dat ze heftiger reageren op bepaalde prikkels of situaties. En dit is een hele mooie vergelijking voor wat er dan gebeurt. Ieder mens heeft namelijk een eigen stressemmertje. Soms is hij wat voller en soms is hij wat leger. Ik heb altijd een glas water hierbij me staan, dus ik kan dit mooi als voorbeeld gebruiken. Kom maar eens hier, jongeman. Heel veel factoren kunnen ervoor hebben gezorgd dat dit emmertje vol is komen te staan. Als baby, dan heb jij hier eigenlijk nog geen last van, want jouw emmertje is helemaal leeg. Maar als jij enkele maanden of zelfs jaren onder langdurige stress staat, een slecht dieet hebt, niet sport of allemaal andere dingen, bijvoorbeeld slecht slapen, dan zal dat emmertje steeds verder vol lopen en dan heb je dus meer last van stress. Wat gebeurt er als het helemaal vol zit tot het randje? Tot hier. En als er dan een trigger binnenkomt, dus een stressvolle situatie, een enge gedachte, of iemand anders die gewoon zo peaceful die boterham verslindt. Wat er dan gebeurt is dat die prikkel binnenkomt, maar hij zal sneller overstromen. En als dit overstroomt, dan heb je last van emoties. Wanneer de emmer overstroomt, is het bij angstige mensen of mensen met paniekaanvallen, noemen we dat angst. Dus dan ligt er een plasje langs de emmer. Maar met mensen met misofonie noemen we dat gewoon boosheid, die irritatie of woede. Nou zet ik hem weer even neer, want ik krijg kramp. Als het emmertje vol zit, dan ben je gevoeliger voor stress, maar ook de bepaalde geluiden. Prikkels zoals geluiden of beelden, die komen hierdoor harder binnen en kunnen al snel veel te veel voor ons zijn. Wat je zal merken is dat wanneer jij onder stress staat of heel erg moe bent aan het einde van de dag, is dat je dus veel gevoeliger bent voor deze triggers, zoals eetgeluiden. En een heel belangrijk advies dat ik je wil geven, dat bij mij echt wonder heeft gedaan, is dat je echt veel beter voor jezelf moet gaan zorgen. Geef die grenzen aan. Zorg dat je werkt aan het oplossen van bepaalde problemen in je leven, de stress. Ga vaker sporten, ga yoga doen, verbeter je dieet. Doe allemaal dingen die ervoor zorgen dat het stressemmertje leger en leger wordt. Want hoe leger het emmertje zal zijn, hoe minder last jij zal hebben van die misofonieklachten. Maar hoe voller het emmertje zal zijn, hoe sneller je geïrriteerd zal raken of boos zal gaan reageren. En er kunnen maanden overheen gaan voordat dat emmertje beetje bij beetje naar beneden gaat, maar jij kan dit doen. Let dus op manieren om ervoor te zorgen dat jij je grenzen bewaakt, maar ook het emmertje gewoon actief gaat legen. En dat bestaat uit 2 delen. De eerste is goed te reageren, zodat je niet het emmertje blijft vullen met je frustratie op jezelf, dat je weer boos bent geworden nadat je dus een bepaald eetgeluid of slikgeluid hebt gehoord. En ten tweede, actief bezig zijn met het legen van het emmertje. En na verloop van tijd zul je gaan merken dat je steeds minder heftig zal reageren op die slikgeluiden, op die eetgeluiden, al die geluiden waar je nu boos van wordt. Ja, sorry, het is geen instant fix. Er gaan wel weken of maanden overheen. En weet je, ik wilde gewoon deze 3 tips aan jou meegeven, omdat ze voor mij enorm veel hebben betekend en
voor heel veel meer rust in mijn hoofd, maar ook in mijn lichaam hebben gezorgd. Dus ik hoop dat je er echt superveel aan hebt. En nog even een kleine kanttekening. Bij mij ben je aan het juiste adres als je angst of paniekaanvallen wil overwinnen. Maar misofonie, dan zou ik wel echt een expert gaan zoeken. En mensen die je heel erg goed kunnen helpen zitten bijvoorbeeld bij het AMC. Amsterdam. Want die hebben meerdere behandelmethoden voor mensen met misofonie. Maar ik hoop in ieder geval dat deze 3 tips jou enorm kunnen helpen om die klachten ook echt te verminderen. En angst en misofonie, die hebben raar genoeg heel veel met elkaar gemeen. Omdat het allebei hele intense emoties zijn. Dus de tips die ik gebruik voor angst, die kunnen ook werken om je misofonie te verminderen. Dus wat ik je aanraad is om deze video hier te kijken. Dankjewel voor het kijken en ik hoop je daar te zien. Heel veel succes!